Wedomskerk har jeg nok ikke. Vil du se ud igen? Ja, goeiedag mensen. Wij zitten hier weer allemaal bij elkaar voor de opstarten van Trukkie 2016. We zijn aan de voorbereiding begonnen. Dus, en dat is 1 oktober is de grote dag. We hebben grote plannen. We hebben een kleurwedstrijd. En ja. We hebben nog meer, Tibor. We hebben social deel en winactie via Facebook. We gaan diverse meerdere acties voldoen om de mensen nog meer te entertainen, zowel als de cliënten, chauffeurs, CQ, vrouwen en kinderen. Om er toch voor iedereen een perfecte dag voor te maken, zowel voor de mensen op de voorgrond als op de mensen van de achtergrond. En ze kunnen er eigenlijk opgeven, hè? Ja. Op de site van Trukkentruk, www.trukkentrukhelvoort.nl. Ook voor deelname, ook voor chauffeurs. Wij zijn ook nog op zoek naar vrijwilligers. Dus die kunnen er eigenlijk allemaal aanmelden via de site www.trukkentrukhelvoort.nl. Er wordt op Facebook gemaakt. Er wordt op Facebook wordt een account aangemaakt. Dus we hopen dat het allemaal heel breed loopt. En we gaan er weer een mooie dag van maken. We hebben altijd mooi weer. Dus de mensen kunnen er eigenlijk weer inschrijven. Hè? En chauffeurs ook. Allemaal welkom, want ze hebben vorig jaar of afgelopen jaar hebben ze allemaal genoten. En dat doet ons toch ook wel een beetje goed. En ook voor onze sponsors. Ik hoop dat ze allemaal weer stand-by zijn. En ik hoop ook dat er weer mensen enthousiast worden die toch weer zeggen van... En we hebben er alweer een paar. Die zeggen van, ja, het is leuk. Wij doen toch weer mee. En dat is toch grandioos. En daar gaan we toch eigenlijk een beetje van uit. Nou ja, en dit jaar zijn we al extra vroeg bij. Het is nu maart. Ja. Maar de voorbereiding duurt gewoon een aantal maanden. Ja. Ja, ja, en we hebben nu tv en internet, dus we kunnen veel meer op de hoogte houden. Ja, we kunnen verder doen. Maar mensen vanaf 1 april, dan kunnen iedereen aangeven, opgeven. Ja, via de site. Chauffeurs kunnen eigenlijk allemaal via de website, social media, kan gedeeld worden via Facebook. Via de eigen Facebookpagina, die vanaf 1 april actief wordt. En de deelnemers van vorig jaar, die krijgen gewoon nog een schrijver op de arbeidsmarkt. Ja, die krijgen de vaste schrijver weer, want er zijn altijd dezelfde vaste chauffeurs. Maar er zijn ook andere chauffeurs welkom. Dus het kan een beetje breder worden. Ook met de cliënten. Dus ik heb net al, we hebben het erover gehad dat we 300 cliënten verwachten. Dus dat is nu al. Daar willen we naartoe. Ja, ja. En dan een beetje zo rond 125, 130 auto's. Dat is een mooi aantal voor ons. En dan is het overzien. Dus wij hopen de mensen dit zien en horen. En dat ze toch reageren. En we houden op de hoogte, hè? De komende tijd. Ja. Komende maanden zullen we de informatie doorgeven. Ja, ze gaan als zoiets volgt, dan wordt er gelijk bekendgemaakt. Dus dat is geen enkele punt. En iedereen is hartelijk welkom. Dus mensen, doe mee. Doe mee. Want Peter Jansen zegt, doe mee, want we hebben altijd een gezellig clubje. Dat was je doet. Dankjewel. Dankjewel namens de organisatie. En hopelijk op een goede opkomst. Geweldig. Bedankt. Voor de nieuwelingen, dit is Peter Jansen. Ik ga je naar mij. Voor dezelfde keer.